Goedemiddag, van harte welkom bij het vierde DIDAM webinar dat wordt georganiseerd door LAGO Geelkerken Advocaten. Dit keer een bijzonder webinar wat mij betreft. We praten u niet alleen bij over nieuwe ontwikkelingen, maar zoomen specifiek in op het staatssteunrecht. Een rechtsgebied wat tot nu toe eigenlijk heel erg onderbelicht is gebleven, maar zeer zeker relevant is. Waarbij onder meer de vragen zijn, op welke wijze speelt het staatssteunrecht een rol in het DIDAM-arrest? En hoe kan onrechtmatige staatssteun bij grondtransacties worden voorkomen? Mijn naam is Dewi Britsmer, advocaat bij LAGO Geelkerken Advocaten. Bij mij aan tafel zitten mijn collega's Pieter van den Oort en Monika Beck, die zich in de praktijk veel bezighouden met vragen die gerelateerd zijn aan het DIDAM-arrest, maar ook gespecialiseerd zijn in het staatssteunrecht. Stel vooral vragen via de chat. Dit webinar focust zich weliswaar op het staatssteunrecht, maar schroom niet om vragen te stellen die daar niks mee te maken hebben. Wij helpen u graag verder. Afhankelijk van de tijd en de hoeveelheid vragen zullen we proberen om uw vragen aan het einde van het webinar en wellicht ook al tussendoor te beantwoorden. We beginnen om het geheugen een beetje op te frissen met een korte recap van het DIDAM-arrest. Want wat speelde hier nu precies? Na verkoop van het voormalige gemeentehuis door de gemeente Montferland aan een projectontwikkelaar die hier graag een co-op supermarkt wilde vestigen, spande een franchise-ondernemer die Albert Heijn supermarkten exporteert een kort geding aan. Deze onderneming had namelijk herhaaldelijk zonder succes aan de gemeente aangegeven ook interesse te hebben in de koop van dat gemeentehuis om daar een supermarkt te exploiteren. Die onderneming die probeerde deze kans vervolgens af te dwingen via de rechter met onder meer als argument dat overheden bij de verkoop van grond verplicht zijn om gelijke kansen te bieden. De Hoge Raad die heeft geoordeeld dat overheden bij de verkoop van onroerende zaken verplicht zijn om aan potentiële gegadigden mededingingsruimte te bieden. Als er meerdere gegadigden zijn of indien dat redelijkerwijs kan worden aangenomen. Nou, deze verplichting die is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en dat strekt tot het bieden van gelijke kansen. Nou, wat houdt dit nu in? Dit houdt in dat een overheidslichaam bij de verkoop van grond criteria zal moeten opstellen aan de hand waarvan de koper wordt geselecteerd. En deze criteria die moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn. In dat kader moet tijdig voorafgaand aan zo'n openbare selectieprocedure een passende mate van openbaarheid worden geboden over de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de selectiecriteria. Nou, en eerst een uitzondering. Er hoeft geen mededingingsruimte te worden geboden indien bij voorbaat vaststaat of kan worden aangenomen op basis van toetsbare en redelijke objectieve criteria dat er sprake is van slechts één serieus gegadigde of indien dat redelijkerwijs dus kan worden aangenomen. In dat geval moet de overheid zijn voornemen tot verkoop tijdig vooraf bekendmaken op zodanige wijze dat iedereen daarvan kennis kan nemen, waarbij gemotiveerd moet worden waarom er in dit geval sprake is van slechts één serieuze gegadigde of waarom dat redelijkerwijs kan worden aangenomen. En het is niet beslissend of andere vergelijkbare onroerende zaken beschikbaar zijn, maar of redelijkerwijs te verwachten valt dat er meerdere geïnteresseerden zijn. Zo, dat was een korte recap. Inmiddels zijn er verschillende uitspraken verschenen. Ik denk dat de meest spraakmakende uitspraak was die van de rechtbank Midden-Nederland van 18 maart van dit jaar. Die duidelijk maakt dat ook overeenkomsten die voor het DIDAM-arrest zijn gesloten mogelijk kunnen worden aangetast. We hebben deze uitspraak uitgebreid besproken in ons derde webinar. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan nodig ik u vooral uit om dat webinar terug te kijken. Dat kan via onze website. En dan komen we eigenlijk op de nieuwe ontwikkelingen die nadien hebben plaatsgevonden na ons laatste webinar. En Pieter, ben ik met name benieuwd, hoe zit het met de politiek? Zijn er al geluiden te horen vanuit Den Haag?
Zeker, Davy. Na die damarrest was er natuurlijk eerst chaos alom. Wat betekent dit voor overheden? Wat betekent dit voor de huisvestingsopgave, projecten die stil lagen? Dus iedereen keek naar de overheid. Op vrij korte termijn kwam er een factsheet en daarin werden de belangrijkste vragen beantwoord. Het was een vrij algemene factsheet waarin het arrest werd uitgelegd en wat het in de praktijk zou kunnen betekenen. We wisten ook nog niet veel meer. En vrij recent is er een brief gekomen van minister Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat is een brief van 24 juni van dit jaar. Dus echt vrij recent. En daarin geeft de minister meer duiding aan het arrest en hoe we dat in de praktijk moeten toepassen. Als je het op de keper beschouwt, staat er niet heel veel nieuws in die brief. Het is eigenlijk de praktijk zoals we die nu toepassen. Daar worden we niet veel wijzer van. En anderzijds worden we wel in bevestigd dat de dingen die nu in de praktijk gebeuren ook in lijn zijn met hoe daar in de literatuur, in de rechtspraak en ook in politieke zin over wordt nagedacht. De brief begint met van ook verhuur en erfpacht valt onder die damarrest. Ja, dat vindt iedereen eigenlijk ook. Er wordt ook bevestigd, die dam is geen aanbestedingsrecht uitspraak. Dus we zitten niet in de kaders van het aanbestedingsrecht. Maar het is echt het gelijkheidsbeginsel op zichzelf waaraan we gaan toetsen. Dat heeft gevolgen voor bepaalde termijnen die je in acht moet nemen. Die niet vastgelegd zijn, maar die wel redelijk moeten zijn. Maar dat is allemaal niet heel spannend. Wat wel goed is om te weten is dat de minister adviseert dat er gemeentes, overheden, partijen die uitvoer moeten geven aan die damarrest, dat die partijen beleid ontwikkelen hoe om te gaan met vastgoedtransacties. En we zien nu in de praktijk dat er steeds meer overheden daadwerkelijk beleid ontwikkelen. En dat is denk ik een gezonde ontwikkeling. Er zijn diverse voorbeelden ook beschikbaar. En als u daar zelf ook vragen over heeft of wil dat we daarover meedenken, dan kan dat uiteraard. En wat ook goed is om te weten is dat er specifiek aandacht wordt besteed aan preferente partners om mee samen te werken. En daarmee wordt specifiek gedoeld op bijvoorbeeld contracten tussen overheden en woningcorporaties. Daar vinden altijd heel veel transacties plaats om te voorzien in sociale huurwoningen bijvoorbeeld. En daarvan wordt bevestigd dat kan nog steeds. En daar zit denk ik een goede lobby achter van Edes. En wat tenslotte ook nog relevant is, is dat er wordt aangekondigd dat de minister met belangenorganisaties bezig is om een handreiking te ontwikkelen om partijen meer duiding te geven over hoe het arrest moet worden toegepast. Dank Pieter. Nog niet heel veel nieuws dus uit de praktijk. Vooral een bevestiging of vanuit de politiek. Ja. Maar vooral dus een bevestiging wat al in de praktijk gebeurt. Monica, na ons laatste webinar, 17 mei was dat alweer. Is er nog nieuwe rechtspraak verschenen? Ja, die is er. Op 30 juni, dus een kleine 2 weken geleden, is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland een nieuwe uitspraak gewezen, die dus ook te maken had met een kwestie rondom het Didam-arrest. Nou, deze zaak die betreft de uitgifte van kavels in een wijk in de gemeente Zevenaar. En er waren dus een aantal gegadigden die in aanmerking wilden komen voor deze kavels. Dus de gemeente heeft een uitgifteprocedure opgesteld nog voor het Didam-arrest. Dus ergens in 2021 voordat het Didam-arrest was gewezen. En deze procedure was er dus op gebaseerd dat geïnteresseerden zich konden inschrijven. En op basis van de inschrijftijd werd dan gekozen wie in aanmerking zou komen voor zo'n kavel. Dus geïnteresseerden die langer stonden ingeschreven, die hadden dus meer kans om een kavel te verkrijgen. Nou, nadat het Didam-arrest was gewezen, vond de gemeente dus dat deze uitgifteprocedure op basis van inschrijftijd niet conform het Didam-arrest is, dat deze in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. En die heeft dus deze procedure gestaakt en een tweede uitgifteprocedure gestart. Nou, die tweede uitgifteprocedure die was op basis van een loting. Dus alle geïnteresseerden die al een hele tijd stonden ingeschreven, die zijn hun voorrangspositie kwijtgeraakt. En die zouden dan dus gewoon op basis van willekeur geloot worden. Nou, daar waren zij het dus niet mee eens, logisch. Dus zij hebben deze zaak gestart. Dus een voorlopige voorziening en een bodemzaak. En in de voorlopige voorzieningenprocedure is dus gevorderd dat de loting verboden wordt totdat in de bodemzaak door de rechtbank is beslist of dit nou rechtmatig was of niet van de gemeente. Maar de voorzieningenrechter die gaat dus ook al in op deze kwestie of dat er rechtmatig is gehandeld met het staken van die eerste procedure. Die vraagt dus zich dus af
of de gemeente in strijd heeft gehandeld met het Didam-arrest door deze procedure in te trekken. Maar voorafgaand aan deze vraag is dus eerst belangrijk of die eerste uitgifteprocedure wel conform het Didam-arrest was. Nou, het antwoord daarop is dus ja. De procedure op basis van inschrijftijd is volgens de voorzieningenrechter niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel, want er zijn selectiecriteria gehanteerd die objectief, toetsbaar en redelijk zijn. Ook is het selecteren van gegadigden op grond van een volgorde van binnenkomst al een gebruikelijke praktijk. Die is ook door de afdeling bestuursrecht van de Raad van State ook goedgekeurd als gunningscriterium, gunningsmethode. Het is een vaste praktijk binnen de gemeente Zevenaar zelf. De gemeente maakt vaker gebruik van deze mogelijkheid bij het gunnen van kavels, het bepalen van gegadigden. Dus ook daar was het geen verrassing. En het is ook redelijk, want personen die groter belang hebben bij het wonen in deze gemeente, die al langer op die lijst staan, die krijgen dan ook een soort van voorrangspositie. Dus is ook redelijk ten opzichte van die mensen die er graag willen wonen. Nou, daarnaast was er ook een passende mate van openbaarheid gehanteerd. Er was gewoon voldoende duidelijkheid over de beschikbaarheid van de kavels, de te volgen procedure, de selectiecriteria en het tijdschema. Dus volgens de voorzieningenrechter was dit dus gewoon conform het Didam-arrest. Er was geen strijd met het gelijkheidsbeginsel in de eerste procedure. Nou ja, dan gaat de voorzieningenrechter ook kijken naar of dit nou rechtmatig was dan om die eerste procedure te staken. Ondanks dat hij dus wel gewoon conform het Didam-arrest was. En dat was het niet. De procedure had niet gestaakt mogen worden, want er was sprake van gerechtvaardig vertrouwen. De geïnteresseerden die zich hadden ingeschreven voor een kavel, die mochten erop vertrouwen dat die eerste uitgifteprocedure gevolgd zou worden. En dat naar aanleiding daarvan de scope-overeenkomsten tot stand zouden komen. En doordat de gemeente dus die procedure heeft gestaakt, heeft de gemeente het vertrouwensbeginsel geschonden. En dat was onrechtmatig. Dus de voorzieningenrechter heeft de voorlopige voorziening toegewezen. En de gemeente mag dus geen loting organiseren totdat in de bodemzaak over deze kwestie is beslist. Nou, een interessante zaak dus, want deze leert ons dat overheidslichamen niet alleen op de vingers getikt worden als zij procedures in strijd met het Didam-arrest organiseren, maar dus ook in gevallen waarin zij rechtmatige procedures hebben die wel conform Didam worden uitgevoerd en deze dan zonder fatsoenlijke reden staken of afbreken. Ja. Dank, Monica. Een interessante civiele procedure. Ik hoor wel iets vertrouwensbeginsel. Dan moet ik gelijk denken aan het bestuursrecht. En dan is mijn vraag, Pieter, aan jou. Hoe zit het op dit moment met ontwikkelingen op het gebied van andere... Denk aan het bestuursrecht. Oké, ja. We houden natuurlijk alle ontwikkelingen in de gaten, ja. Davy. Ook bestuursrechtelijk. En als je kijkt op rechtspraak.nl, dan zie je ook regelmatig uitspraken voorbij komen waar het Didam-arrest wordt genoemd in bestuursrechtelijke zaken. En dat betreft eigenlijk met name bestemmingsplanprocedures, zowel van lage rechtspraak als de Raad van State. En daarin wordt het Didam-arrest aangehaald als argument om aan te geven dat de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet is gegarandeerd, omdat er afspraken aan de grondslag liggen die in strijd zijn met de uitspraak van de Hoge Raad in de Didam-arrest. En daar heeft de Raad van State eigenlijk korte metten mee gemaakt. In die zin is het ook een leuke parallel met het onderwerp van vanmiddag, staatssteun. Want op enig moment was het ook een tendens, een trend om te roepen: een bestemmingsplan is niet uitvoerbaar, want er is sprake van onrechtmatige staatssteun. Ook daarvan heeft de Raad van State gezegd: nee, zo werkt het niet. En in dit geval, het Didam-arrest is geen zelfstandige toetsingsfonds voor de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. Er is nieuws, maar het is eigenlijk niet heel spannend of belangwekkend. En het zal nog wel vaker voorkomen dat er een beroep is gedaan op Didam-arrest in het kader van bestemmingsplannen en dat het naar de prullenbak wordt gestuurd door de Raad van State. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Een andere iets interessants, en dat vind ik toch ook wel goed om te noemen, want het Didam-arrest is rechtspraak. We hebben het net gehad over de politiek. En ook in de literatuur wordt natuurlijk besproken: wat gaan we daarmee doen? Er is vrij recent afgelopen maand in het NTB, het tijdschrift voor bestuursrecht, een artikel verschenen van Tim Robbe. En Tim Robbe die gaat in op basis van een parallel tussen de rechtspraak van de Raad van State, het CBB en de Hoge Raad,
zet hij de ontwikkeling in een bepaalde lijn en constateert hij eigenlijk dat de Hoge Raad verder gaat dan de bestaande rechtspraak. Dat de Hoge Raad constateert dat ook als er sprake is van potentiële interesse je al een medingsruimte moet creëren en dat dat verder gaat. En wordt ook overigens kritiek geuit op de vraag of de medingsruimte die de Hoge Raad nu voorschrijft, of dat een wenselijke ontwikkeling is. En ik vind dat wel verfrissend dat we niet alleen maar met elkaar bedenken wat het Didam-arrest brengt en wat we ermee moeten en wat het voor praktijk betekent, maar ook dat we er kritische noten bij plaatsen, dat we ons afvragen of die ontwikkeling goed is en dat we ook de werking van het Didam-arrest inkaderen. En uiteindelijk, de Hoge Raad heeft een algemeen oordeel gegeven en voor welke situatie het wel of niet van toepassing is, daar zijn we allemaal nog mee bezig. Daar krijgen we ook veel vragen over uit de praktijk. Het is wel van belang om niet te denken dat ineens alles maar in mededinging moet worden uitgegeven. Dank Pieter. Het Didam-arrest is nog volop in ontwikkeling. Ik denk dat dat ook zeker nog wel even zo zal blijven. Ik hoop dat ook. Het is alleen maar leuk, voor anderen misschien wat minder. Het heeft dus ook raakvlakken met verschillende rechtsgebieden, zo horen we. En zo houdt het arrest ook verband met waar we het eigenlijk vandaag over gaan hebben. Het staatssteunrecht. Pieter, kun jij vertellen op welke wijze het staatssteunrecht een rol speelt in de Didam-casus? Zeker. Want iedereen die nu Didam hoort en spreekt, die zegt mededingingsruimte. Iedereen moet een gelijke kans krijgen, gelijkheidsbeginsel. Maar wat veel mensen niet weten is dat in de procedure voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad bij het Hof ook expliciet het onderdeel staatssteun aan de orde is gekomen. En daar zullen we straks ook dieper op inzoomen. Maar een van de stellingen van de klagende supermarkthouder was dat de grond voor een prikje was verkocht. Dus dat er sprake was van onrechtmatige staatssteun. Nou, het uitgangspunt van het staatssteunrecht, en daar zal Monica straks ook meer over vertellen, is dat als er sprake is van staatssteun, dan moet je het melden bij de Europese Commissie. Die gaat het beoordelen. En dat kan een rechtvaardiging zijn. Dat moet je dan ook aangeven. Maar als er geen rechtvaardiging is, is het onrechtmatig. En dan mag het dus niet. Dus de vraag is altijd, is er een uitzondering als er sprake is van staatssteun en is er sprake van staatssteun? En daar gaan we de komende tijd verder op inzoomen. Dank. Nou, nu weten we dit. Maar Monica, wanneer is dan sprake van staatssteun? Ja, om te bepalen of sprake is van staatssteun moeten we kijken naar artikel 107 lid 1 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ook wel het VWEU of werkingsverdrag genoemd. En dit artikel stelt 5 cumulatieve voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te spreken van staatssteun in de Europees rechtelijke zin. Dus er moet aan alle 5 de voorwaarden zijn voldaan. En dan is dus het staatssteunverbod van toepassing. En is de steunverlening in principe verboden, tenzij sprake is van een uitzondering. Nou, wat zijn dan die 5 vereisten? Allereerst moet er sprake zijn van een onderneming waar de steun aan wordt verleend. Nou, wat binnen staatssteunrecht als onderneming kwalificeert, dat wordt gedefinieerd door het Europees Hof van Justitie. Dat is een specifieke definitie die geldt binnen het staatssteunrecht. En deze definitie die bepaalt dus dat een onderneming elke entiteit is die economische activiteiten verricht. Het maakt dus niet uit welke rechtsvorm deze heeft naar nationaal recht. Of dit nou een NV of een BV of zelfs een vereniging is. Gewoon elke entiteit die economische activiteiten verricht. En economische activiteiten die bestaan uit het aanbieden van goederen of diensten op een markt tegen een betaling. Dus dat is een hele ruime definitie. Nou, de tweede vereiste is bekostiging uit staatsmiddelen. Dit vereiste valt uit 1 in 2 onderdelen. Allereerst moet de bekostiging toerekenbaar zijn aan de overheid. Het moet dus een steunverlening zijn door een overheidslichaam of door een instelling die onder beslissende invloed van een overheidslichaam staat. En het tweede deel van deze eis is dus dat er sprake moet zijn van een overdracht van overheidsmiddelen. Er moet dus een steunverlening uit publiek geld zijn. Nou, is aan deze 2 eisen voldaan, dan moet de steunverlening een economisch voordeel verschaffen aan de onderneming. Nou, dit economische voordeel is dus ook een heel ruim begrip. Daar zal Pieter zo meteen nog even dieper op ingaan. Maar dat houdt kort gezegd in dat de onderneming een voordeel ontvangt wat hij onder normale marktomstandigheden niet zou hebben gehad. Dus als deze onderneming gewoon op normale omstandigheden op de markt zou functioneren tussen de ondernemingen door zonder overheidsingrijpen, nou, dan had hij dit voordeel dus niet verkregen.
Nou, er moet dus marktconformiteit, eigenlijk geen marktconformiteit zijn om te spreken van staatssteun. Nou, daarnaast de vierde eis is de selectiviteit. Dit houdt in dat de steunmaatregel moet zijn gericht aan een beperkte groep. Het kan zijn aan één specifieke onderneming, aan een groep van een aantal ondernemingen, maar ook aan een hele sector of een regio. Dan is er ook al sprake van. En dit vereiste is er dus eigenlijk omdat je een bepaalde groep ondernemingen een voordeel geeft ten opzichte van de rest van de markt. En dat zorgt dus voor een verstoring van de mededinging. Want nou ja, een bepaalde groep geniet een voordeel wat onder normale marktomstandigheden niet zou zijn verkregen. En daardoor hebben zij nu eigenlijk een voorsprong op andere ondernemingen. Terwijl dus gewoon concurrentie zou moeten ontstaan of bestaan tussen al deze ondernemingen op de markt. Vandaar deze eis van selectiviteit. En die ziet dus wel echt op afgebakende maatregelen die zich richten op een bepaalde groep, algemene maatregelen die landelijk gelden voor alle ondernemingen, zoals het uitstel van betaling van belastingen tijdens corona. Dat is dan weer geen staatssteun, omdat deze geldt voor alle ondernemingen op de hele markt. Ja. Dan wordt er niemand bevoordeeld ten opzichte van een ander en is er dus ook geen sprake van een ongeoorloofde steunverlening. Nou, tot slot is er dan de vereiste van het interstatelijk effect. Ook deze valt uit één in twee onderdelen. Allereerst moet er een beperking zijn van de mededinging. Hier is heel snel aan voldaan, want deze hoeft er niet daadwerkelijk te zijn. Het volstaat als die er in potentie is. Dus als een maatregel gewoon al mogelijk de mededinging kan beperken, dan is al aan deze eis voldaan. En dat geldt ook voor het tweede deel van dit vereiste. Dat is een negatieve invloed op het handelsverkeer op de Europese interne markt. Nou, ook hier geldt dat het volstaat als deze beperking in potentie bestaat. Dus er hoeft geen daadwerkelijke negatieve invloed aangetoond te worden. En hier is dus ook al aan voldaan wanneer een onderneming wordt bevoordeeld die actief is op een markt waar andere ondernemingen uit andere lidstaten actief zijn. Want dan is er dus al sprake van dit de grensoverschrijdende element. Er zijn ondernemingen uit andere lidstaten actief die dan potentieel worden benadeeld door de bevoordeling van die ene onderneming. Hier is heel snel aan voldaan. Nou, is er voldaan aan al deze vijf vereisten, dan is er de staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 van het werkingsverdrag. Die is in principe verboden, tenzij dan beroep op een uitzondering mogelijk is. En daar kan meekomen dat je dus moet melden bij de commissie. Sommige uitzonderingen volstaat een kennisgeving, dat hangt dan weer net van de uitzondering af. Ja, vaststellen of sprake is van staatssteun is nog niet zo makkelijk, hoor ik wel. Er zijn veel vereisten waar je aan moet voldoen. Door naar de eerste polvraag van vandaag. Dat gaat over een vereiste wat wij zojuist hebben besproken, namelijk die van het economisch voordeel. En ik moet bekennen, ik heb mijn bril niet op, dus ik kan de poll heel slecht lezen voor mij, maar dat mag de pret niet drukken. Want ik heb het ook verstandig op mijn blaadje hier gezet, uit voorzorg. En de poll die luidt als volgt: een gemeente is van plan het stadskantoor te verkopen. Omdat het kantoor in een wat vervallen staat verkeert, laat de gemeente het kantoor opknappen als onderdeel van de verkoop. En dan is de vraag, is hier sprake van een economisch voordeel? We hebben drie keuzes. Een A, ja, B, nee en C, dat hangt af van de omstandigheden. Ik zou zeggen, stemmen maar. Er begint wat verschuiving plaats te vinden. Oh, nu komt er ook een ja bij. Van alles wat hebben we tot nu toe. Ik zie niks meer verschuiven, dus we houden het hier op. Ja zegt 7%, nee 50% en dat hangt af van omstandigheden 43%. Nee is dus in de meerderheid.
Pieter, hebben de kijkers thuis het bij het rechte eind? Nou, ze kunnen het nooit allemaal bij het rechte eind hebben. Althans, De nee dan, laten we het zo zeggen. Nee. Het goede antwoord is, dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Eigenlijk geeft de vraag onvoldoende informatie. Maar het uitgangspunt is dat het laten opknappen van een stadskantoor, dat kan best een economisch voordeel zijn. Economisch voordeel is een ruim begrip. En een opgeknapt stadskantoor heeft meer waarde dan een stadskantoor in een vervallen staat. Maar de belangrijkste vraag, en dat blijkt niet uit de casus, dus daarom is het antwoord, dat hangt af van de omstandigheden van het geval. En de belangrijkste vraag is of het opknappen is verdisconteerd in de koopprijs of niet. Dus je gaat kijken naar het totaal van de transactie vanuit staatsrecht perspectief. En als de koopprijs tot stand is gekomen op basis van de vervallen staat, en je besluit volgens de gemeente om het op te knappen, dan is het staatssteun, of dat kan staatssteun zijn. Op het moment dat je het verkoopt onder de verplichting om het te herstellen en de koopprijs is daarop gebaseerd, dan kan het een marktconforme transactie zijn en geen staatssteun. Dus vandaar dat het juiste antwoord is, dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Daar houden wij juristen van, hè? Ja. Ja. Nu weten we wanneer sprake is van staatssteun en dat verlenen van staatssteun in beginsel verboden is. Maar wat zijn nu de gevolgen als toch onrechtmatig staatssteun wordt verleend? Pieter? Dat is een goede vraag. En dat is het leuke ook, vinden wij als staatssteunrechtadvocaten. Want staatssteun in het normale civiele recht, als er een keer iets gebeurt in strijd met een overeenkomst, dan ben je schadeplichtig. Dan heb je een tekortkoming. Maar bij het staatssteunrecht, op het moment dat een transactie in strijd wordt gesloten met artikel 107 van het werkingsverdrag, en er is sprake van onrechtmatige staatssteun, dan is de consequentie in beginsel dat de overeenkomst en de afspraken nietig zijn. En nietigheid houdt in dat die afspraak in de overeenkomst er nooit is geweest. Het Hof van Justitie heeft ergens in 2013 op een gegeven moment een uitspraak gegeven waarin stond, het moet de gevolgen van een transactie in strijd met het staatssteunverbod moeten worden beoordeeld aan de hand van het nationale recht. Maar een transactie is onverbindend. De Hoge Raad heeft eraan gekoppeld dat dat in beginsel leidt tot nietigheid. En dat kan partiële nietigheid zijn of algehele nietigheid. Mm-hmm. En dat is dan weer afhankelijk van de vraag waarmee het nuttige effect het best wordt bereikt. Het nuttige effect van het staatssteunverbod. En in heel veel gevallen houdt dat in dat een overeenkomst in zijn geheel nietig is, of een transactie. En een bepaling in een overeenkomst, dat als er sprake is van strijd met staatssteun, of dat je dan afspreekt, dan is het maar partieel nietig. Dat werkt niet als een overeenkomst al geheel nietig is. Dus je kan dat ook niet contractueel wegcontracteren. Ja, onrechtmatige staatssteun kan dus vergaande gevolgen hebben, dat horen we wel. En nu vraag ik mij af, hoe kan onrechtmatige staatssteun bij grondtransacties worden voorkomen? Zoals bijvoorbeeld de verkoop van het gemeentehuis in de Didam-casus. Ja, ook bij grondtransacties is het dus van belang om te voorkomen dat er sprake is van staatssteun. Zoals Pieter net heeft verteld, gaat het dus niet alleen om het bieden van een mededingingsruimte aan gegadigden op basis van het gelijkheidsbeginsel, zoals in het Didam-arrest speelt. Maar het gaat er dus ook om dat je voorkomt dat een van deze gegadigden wordt bevoordeeld ten opzichte van de andere door staatssteun. Nou, hoe dit dan kan worden voorkomen, heeft de Europese Commissie uiteengezet in de mededeling betreffende het begrip staatssteun. En dit is een mededeling waarin de commissie handvaten geeft omtrent de interpretatie van verschillende elementen van het staatssteunbegrip, maar dus ook omtrent de marktconformiteit, hoe deze dan kan worden bepaald in verschillende gevallen. En met betrekking tot de grondtransacties noemt de commissie dan vier waarderingsmethoden die gebruikt kunnen worden om vast te stellen dat een grondtransactie marktconform verloopt. Nou, de eerste van deze waarderingsmethoden is de pari passu transactie. Deze wordt ook wel de transactie op gelijke voet genoemd. En die houdt kortweg in dat overheidslichamen en particuliere marktdeelnemers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, dat die op basis van dezelfde voorwaarden deelnemen aan een transactie. Dus als er zowel overheidsinstanties als particuliere marktdeelnemers bij een project zijn betrokken bijvoorbeeld, dat die dus handelen op basis van eenzelfde beloningsgraad en eenzelfde risicograad.
Dit doet zich wel, dit speelt wel eens bij publiek-private samenwerking, waar dus sprake is van zowel overheidslichamen als particuliere marktspelers die in een transactie actief zijn, die daar aan deelnemen. Maar zij moeten dus op basis van eenzelfde risico en op basis van eenzelfde rendement die transacties uitvoeren. En dan is er sprake van marktconformiteit. Nou, een tweede waarderingsmethode is aanbestedings- of biedprocedure. Dit houdt in dat een concurrerende, transparante, niet discriminerende en onvoorwaardelijke inschrijfprocedure moet worden georganiseerd. En in deze procedure moet dan aan de hand van objectieve criteria een contractspartner worden verkozen. Nou, dit lijkt een beetje op de selectieprocedure uit het DIDAM-arrest. Nou, een derde manier is benchmarking. Daarbij wordt een transactie beoordeeld in het licht van voorwaarden waarop een vergelijkbare transactie heeft plaatsgevonden met vergelijkbare particuliere partijen en in vergelijkbare situaties. Dus er wordt een transactie tussen private partijen als referentiemateriaal gebruikt. En bijvoorbeeld kan dit spelen in het geval van een verkoop van een pand. Stel een gemeente wil een pand verkopen. Nou, kijk, is er een particuliere partij die rond dezelfde periode een soortgelijk pand heeft verkocht onder soortgelijke voorwaarden. Wijkt die prijs daar dan van af die de gemeente hanteert of niet? Nou, zo niet, dan is er in principe sprake van marktconformiteit. Nou, en dan tot slot heeft de Europese Commissie een soort restcategorie toegevoegd. Dat is de andere waarderingsmethode. Daarin worden standaard waarderingsmethoden toegestaan, die dus afwijken van de drie eerder genoemde procedures of methodes. En daar worden dus wel een aantal voorwaarden voor gesteld. Het kan niet zomaar elke methode zijn. Het moet gaan om methodes die gebaseerd zijn op objectieve, verifieerbare en betrouwbare gegevens. Die voldoende gedetailleerd zijn om de economische situatie weer te geven zoals die bestond ten tijde van de transactie. Nou, zijn al deze voorwaarden voldaan, dan is een waarderingsmethode in principe goedgekeurd onder de mededeling. En is ook dan sprake van marktconformiteit. Dank Monica, duidelijk. Hoe verliep dit in het DIDAM-arrest, Pieter? Is de waarde van het gemeentehuis bepaald aan de hand van een van de zojuist besproken waarderingsmethoden? Ja, nou, dat is een goede vraag. En Monica heeft net vier waarderingsmethoden beschreven. En in het geval van DIDAM-arrest zou dat vallen onder de laatste categorie, het kopje andere waarderingsmethoden, want er wordt in de casus gesproken over een taxatie. Mm-hmm. En taxatie is een van de vier waarderingsmethoden. Wel een mogelijkheid, maar wel de laatste mogelijkheid. De casus spreekt, als je kijkt naar de uitspraak van het Hof, van een onafhankelijke taxateur. Dus het lijkt in die zin goed te gaan, een taxatie, een onafhankelijke taxateur. Maar de partij die het er niet mee eens was, die heeft aangevoerd dat het gemeentehuis en de gronden voor een schijntje zijn verkocht. Kennelijk was die andere partij bereid om er meer voor te betalen. Dus dan heb je natuurlijk al de eerste vraag: is het dan de marktwaarde of was dat het argument van de benaderde partij die teleurgesteld was en waarvoor het meer waard was? Dat zijn twee verschillende grootheden en daar kan je verschillend tegen aankijken. Maar er speelde in die casus meer. De advocaat-generaal bij het arrest van de Hoge Raad heeft opgemerkt dat er weliswaar sprake was van een taxatie, maar dat er geen datum bekend was van de taxatie. En dat ook niet duidelijk is wanneer de onderhandelingen over de transactie zijn gestart. En zoals Monica net ook heeft toegelicht, het is wel van belang dat als je kiest voor een taxatie, dat je die taxatie van tevoren opstelt. Dus voordat je de onderhandelingen begint, moet je weten wat het waard is. En daarna start je de onderhandeling op basis van die taxatie. En op het moment dat je niet weet wanneer de taxatie is gedaan, is uitgevoerd, en als je niet weet wanneer de onderhandelingen zijn gestart, dat geeft te denken. En wat ook te denken geeft, is dat de taxatie niet een processtuk is geweest, een productie of onderdeel is geweest van de procedure. Er is alleen aangevoerd dat er een taxatie heeft plaatsgevonden. En op het moment dat je dan aanneemt dat er een is geweest, dan stel je meteen de vraag: en waarom is die dan niet als productie ingebracht? Waarom is het geen onderdeel geweest van de procedure? Was er iets te verbergen? En dat zijn allemaal stellingen die je eigenlijk waar heel voorzichtig mee moet zijn als je de feiten niet kent. Maar het is wel opvallend. En in die zin is het ook interessant om een parallel te maken met een vrij recente uitspraak van het Hof Den Bosch. Van 1 juni 2021. Gaat ook echt over staatssteun. In dit geval heeft de gemeente Heerlen een erfpachtrecht gekocht van een vastgoedontwikkelaar, Maankwartier Ontwikkeling.
BV. En die heeft daar 10,7 miljoen euro voor betaald. En een concurrent heeft gezegd van ja, maar dat klopt niet. Dat is echt veel te veel. Dat is staatssteun. Procedure voert in eerste aanleg. En toen heeft de gemeente gezegd, ja, maar wij hebben een taxatie uitgevoerd. Zie hier de taxatie 10,5. Nou, we hebben uiteindelijk 10,7 betaald. Dat verschil, dat is geen staatssteun. Hoge beroep ingesteld. En bij het Hof was de partij die klaagde, heeft duidelijk aangevoerd dat de taxatie misschien wel niet op de juiste uitgangspunten was gebaseerd. Heeft een hoop twijfel gezaaid. Toen heeft het Hof een deskundige benoemd. En die deskundige had de opdracht om te beoordelen of er sprake was van marktconformiteit en of de taxatie passend was. En die procedure heeft een aantal jaar geduurd. Uiteindelijk dus in juni 21 een uitspraak. En de deskundigen hebben gezegd, die taxatie voldoet niet, want het gaat uit van de beleggingswaarde en niet van de marktwaarde. Mm-hmm. De taxatie voldoet niet omdat de opdracht aan de taxateur niet eenduidig is omschreven conform de mededeling staatssteun, waar Monica net ook al over heeft verteld. En de deskundigen constateerden dat de marktwaarde, ik heb het hier beschreven, maar 7,4 miljoen euro was. Met andere woorden, de gemeente Heerlen zou volgens de deskundigen 3,5 miljoen te veel hebben betaald. Het Hof constateert vervolgens dat er sprake is van staatssteun, dat die steun niet is gemeld bij de Europese Commissie en dat de enige effectieve remedy in dit geval is algehele nietigheid. En dat houdt in dat de gemeente Heerlen al een aantal jaren gebruik heeft gemaakt van een locatie waarvoor is betaald, waarvoor een substantieel bedrag is betaald. Terwijl het uitgangspunt is, de afspraken zijn nietig. De transactie moet worden teruggedraaid. En waarom noem ik dit voorbeeld? Omdat de gemeente Heerlen had wel een taxatie. Die taxatie maakte onderdeel uit van de processtukken. En de conclusie was, de taxatie voldoet niet. In het kader van die dam wordt er gesteld dat een taxatie is, maar die hebben we niet gezien. Er is geen datum bekend. Het is niet duidelijk wanneer de onderhandelingen zijn gestart. En er is een partij die zegt, ja, maar het is veel meer waard. Nou, al die ingrediënten bij elkaar, die zouden kunnen leiden tot de conclusie dat er ook bij die dam sprake is geweest van staatssteun. En dat dat ook een grondslag zou kunnen zijn dat de afspraken nietig zijn, niet geldig. Nog even los van het feit dat de gemeente mededingsruimte had moeten bieden en alle potentieel geïnteresseerde gegadigden de kans had moeten geven om mee te dingen. Wij zijn wel benieuwd. Ja. Door naar vraag 2. We zijn erg benieuwd wat de kijker thuis vindt. Pieter heeft juist een betoog gehouden. Maar ja, we zijn ook benieuwd naar wat jullie denken, vinden. Denkt u dat de manier van waardering door middel van taxatie heeft geleid tot een marktconforme prijs voor het gemeentehuis in Didam? Wederom 3 keuzes. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Gaat uw gang. Ze hebben nu wel iets meer te lezen dan een simpele ja of nee. Ja, is een lastige dus misschien vraag. Moeten we iets langer wachten. Ja, het antwoord dat hangt af van de omstandigheden van het geval mis nu ook. Dus. Ja. Ja. Eigenlijk als die ertussen staat, altijd die stemmen. Ja, veilige keuze. Ja. Nou, er wordt nog steeds druk gestemd. De balkjes verschuiven nog. Maar er is wel een duidelijke voorkeur. En die voorkeur die gaat uit naar ja, mits deze niet verouderd is en voor aanvang van onderhandelingen plaats heeft gevonden. Op dit moment 60%, dus nou, geruime meerderheid. Monica, verlos ons. Wat is het juiste antwoord? Ja, spannend, maar ja, dan heeft toch de meerderheid het antwoord juist. Het is inderdaad antwoord A. Een taxatie kan volstaan als waarderingsmethode. Deze wordt zelfs genoemd door de Europese Commissie in de eerder genoemde mededeling als mogelijke andere waarderingsmethode. Maar ja, zoals bij heel veel andere dingen in staatssteun, moet ook hier aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst zal die onafhankelijke taxateur die Pieter eerst noemde. Het is belangrijk dat de taxatie plaatsvindt door een onafhankelijke taxateur. En dan aan de hand van aanvaardbare marktindicaties en taxatiecriteria. En het is ook van groot belang dat de taxatie voor aanvang van de onderhandelingen plaatsvindt.
Want ja, op basis daarvan wordt dan dus onderhandeld en gaan partijen verder. Maar ja, taxatie is dus niet per definitie de geschikte methode om tot marktconformiteit te komen. Een taxatierapport wat verouderd is, bijvoorbeeld, is ongeschikt. De marktprijs kan veranderen in een paar jaar. Bijvoorbeeld, huizenprijzen is een goed voorbeeld. Een tiental jaar terug waren die veel lager dan op het moment. Maar het is ook van belang om te beoordelen of er sprake is van waardeverminderende en waardevermeerderende factoren. Want ook deze kunnen dus een rol spelen. Want de daadwerkelijke taxatiewaarde van een object komt niet altijd overeen met de marktwaarde. En dat is dus een duidelijk voorbeeld daarvan is de huidige huizenmarkt. Het is een beetje krap. geïnteresseerde mensen die een woning zoeken, die zijn bereid veel over te bieden. Die bieden meer dan de woningen daadwerkelijk waard zijn. Dus als jij een taxatie uitvoert en zegt, deze woning is 200.000 waard, maar iedereen biedt 240, 250. Ja. Dan ligt die marktprijs veel hoger dan de daadwerkelijke waarde ervan. Omdat dus particuliere partijen veel meer bereid zijn te betalen dan het object daadwerkelijk waard is. Dus dit soort factoren die moeten zeker mee worden genomen in de afweging of in de taxatie om te komen tot dus een marktconforme prijs. De prijs die op de markt speelt en niet zozeer de daadwerkelijke waarde dan. Dank je, Monica. Pieter, jij hebt het net gehad over de gevolg van onrechtmatige staatssteun. Op welke manier spelen deze in het Didam-arrest? En wat bedoel ik daarmee? Wat voor gevolgen zouden naar jouw mening in het geval van de verkoop van het gemeentehuis kunnen spelen als hier sprake zou zijn van onrechtmatige staatssteun? Ja, we gingen daar net al even op in, DWR. Van dit kan leiden tot nietigheid. Maar het bijzondere is dat het Hof eigenlijk het partijdebat een stukje laat bestaan. De ene partij zegt van er is sprake van onrechtmatige staatssteun. De andere zegt, nee, dat is niet zo, want ik heb een taxatie. En het Hof zegt dan vrij algemeen, een taxatie niet is vast komen te staan dat er sprake is van staatssteun. En zelfs als dat zo is, dan moet er iets worden terugbetaald. En dat laatste, dat verhoudt zich niet tot de leer van de Hoge Raad of van Justitie, want dan heb je gewoon te maken met nietigheid. En het had ook passend geweest in, denk ik, naling van de procedure die is gevolgd, dat het Hof partijen ofwel had verplicht om meer informatie aan te leveren, of als die informatie er wel is en als er wel een taxatie in de processtukken zat en de advocaat-generaal dat misschien ten onrechte heeft, op die manier heeft opgeschreven. Maar dan had in ieder geval in de overweging van het Hof duidelijker naar voren moeten komen dat de taxatie die er lag daadwerkelijk leidde tot marktconformiteit, omdat alle uitgangspunten van de mededeling staatssteun in acht waren genomen. Tijdig voorafgaand onderhandelingen een duidelijk omschreven opdracht. En dat blijkt eigenlijk allemaal niet uit de overwegingen van het arrest van het Hof. En in die zin is het jammer dat in cassatie het daar eigenlijk niet meer over ging. Aan de andere kant, als toen was geconstateerd dat het nietig was, hadden we misschien wel niet het Didam-arrest gehad. Dat was ook wel jammer geweest, want daar hebben we nu met z'n allen een behoorlijke juridische puzzel en uitdaging aan hoe we daar in de vastgoedpraktijk mee omgaan. Maar voor ons als staatssteunrechtadvocaten is het er ook wel bijzonder om te zien hoe gemakkelijk een hof daaraan voorbij gaat. En iets wat misschien wel wat lijkt te zijn, ook als je naar zo'n casus van Heerlen kijkt, eigenlijk vrij makkelijk wordt afgedaan. Ja. Nou, of sprake is van staatssteun in het Didam-arrest en wat daarvan de gevolgen zijn, dat blijft nog eventjes in het midden. Interessant is ook de verhouding tussen selectieprocedures conform Didam en de biedprocedures die als waarderingsmethode voor staatssteun worden toegestaan. Hierover gaat de derde polvraag. Hij verschijnt al in beeld bij mij. Is het risico op staatssteun uitgesloten indien een gronduitgifte conform het Didam-arrest wordt ingericht? Wederom drie keuzes. We houden van de drie keuzes vandaag, zie ik. U kunt weer stemmen. Dit is overigens ook de laatste polvraag, hè, Monica? Ja. Dus ik zou zeggen, doe goed uw best. Er zijn geen prijzen te winnen. Nee, helaas niet. Nee. Dus misschien wel een idee voor een volgende keer. Zeker. Misschien moet u maar in de chat aangeven of daar prijs op wordt gesteld. Ja.
Ja, zegt 15%, mits een selectieprocedure wordt gehouden. En nee, het verschuift inmiddels iets meer. 86%, er kan nog steeds sprake zijn van staatssteun. Pieter, wat is naar jouw mening het juiste antwoord? Het leuke van deze vraag is dat misschien wel dan iedereen het goed heeft. Want je kan heel goed betogen en beargumenteren dat zowel antwoord B als antwoord C goed is. Om te beginnen met B, de selectieprocedure. Dat is een van de methoden die ook Monica heeft beschreven, die voortvloeit uit de mededeling staatssteun om staatssteun te voorkomen. Als je een openbare biedprocedure houdt, iedereen mag meedoen. Dan mag je er volgens de Europese Commissie van uitgaan dat als je aan de juiste voorwaarden voldoet, dat daar een marktconforme prijs uit naar voren komt. Dus ja, de selectieprocedure is een mogelijkheid om staatssteun te voorkomen. En de selectieprocedure van Didam-arrest vertoont veel parallellen met de selectieprocedure die wordt beschreven door de commissie in de mededeling staatssteun. En voor de mededeling staatssteun hadden we ook nog een mededeling van de Europese Commissie uit 1997, waar ook al werd beschreven dat je bij verkoop en aankoop van vastgoedtransacties met een openbare biedprocedure marktconformiteit kon verzekeren. Het belangrijkste is dat als je een Didam selectieprocedure houdt, dat je niet zodanige voorwaarden hanteert. Het mag wel voorwaarden zijn uit beleidsruimte, maar niet voorwaarden die leiden tot een probleem ten aanzien van de marktconformiteit. Maar als het een gewone selectieprocedure is, dan is er sprake van marktconformiteit en dus geen staatssteun. Maar ook antwoord C was goed. Dus ook die groep gaan we zeker niet tekort doen, want die hebben natuurlijk bedacht dat je onder Didam ook de mogelijkheid hebt van de uitzonderingsgrond. En dat je kan publiceren dat er maar één serieuze gegadigde is. En dat is een uitzonderingsgrond, maar in de praktijk zien wij dat er misschien wel vaker van de uitzonderingsgrond gebruik wordt gemaakt dan dat er daadwerkelijk selectieprocedures worden gehanteerd. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder dat we het een uitzonderingsgrond noemen, terwijl het misschien wel bij uitzondering een selectieprocedure doen en bij voorkeur kiezen voor de enige serieuze gegadigde publicatie. Maar juist in de gevallen dat je één op één een transactie sluit omdat je meent en misschien ook hele goede redenen hebt om te veronderstellen dat hem een serieuze gegaagd is. En als je publiceert en niemand meldt zich, ik ben ook geïnteresseerd, en je maakt afspraken, ja, dan voldoen je niet op een of andere manier aan een van de vier voorbeelden van de mededeling staatssteun. Dus is er een groot risico dat er wel sprake is van staatssteun. Het kan zeker niet worden uitgesloten. Als je die dan volgt, kan er nog steeds sprake zijn van staatssteun. In het bijzonder als je kiest voor een publicatie op grond van de enige serieuze gegaagde. Duidelijk. We hebben nog echt wel iets meer dan 10 minuten. Dus dat is best wat. Naar aanleiding van de uitnodiging voor het webinar hebben we diverse vragen van de kijkers thuis al ontvangen. Hartstikke leuk. Omwille van de tijd denk ik toch dat we niet alles kunnen beantwoorden. Maar we hebben er een aantal interessante vragen uitgepakt. Mocht uw vraag nou niet beantwoord worden, u kunt altijd contact met ons opnemen. De eerste vraag luidt: is van staatssteun alleen sprake als het gaat om grote steunbedragen? Of kunnen ook kleine economische voordelen, zoals een lage prijs voor een strook snippergroen, dat hebben we nu al vaker gehoord, dat snippergroen, onder het verbod vallen? Monica? Ja, nou, ook kleine bedragen voor een kleine strook snippergroen, die kunnen onder het verbod vallen en dus leiden tot onrechtmatige staatssteun. Als deze voor een niet-conforme marktprijs, of een niet-marktconforme prijs wordt verkocht, er bestaan wel uitzonderingen op grond waarvan een groot deel van deze kleine bedragen kan worden uitgezonderd van het staatssteunverbod. Dat zijn de de minimis uitzonderingen. De de minimis uitzondering die is dus gebaseerd op de de minimis verordening. En de reguliere verordening die bepaalt dus dat steunbedragen tot €200.000 kunnen worden uitgezonderd van het staatssteunverbod. Deze €200.000 geldt voor over een periode van 3 belastingjaren en dan aan 1 onderneming. Dus iedere onderneming kan over een periode van 3 belastingjaren €200.000 steun krijgen zonder dat dit in strijd is met het staatssteunverbod. Nou, van belang is wel dat de steun zich dan cumuleert. Dus als de onderneming van verschillende overheidslichamen steun ontvangt, dan moet deze allemaal bij elkaar worden opgeteld. En is dat bedrag
van al deze steunbedragen bij elkaar meer dan 200.000 euro, en dan is er dus wel strijd. Blijft dit onder die 200.000, dan is deze uitgezonderd van het verbod. Het geldt dus in totaal voor alle overheden en niet per overheid. En dan zijn er ook nog een paar sectorspecifieke de minimis verordeningen met lagere bedragen. Die gelden voor bijvoorbeeld de landbouwsector. Daar geldt een bedrag van 20.000, als het goed is. Dus dat is een veel lagere drempel nog. Mm-hmm. Maar als er dus sprake is van hele kleine bedragen, dan zijn deze in principe wel uitgezonderd, omdat deze worden geacht om geen interstatelijk effect te hebben. Die zijn om dusdanig klein dat het geen effect heeft op het handelsverkeer tussen de lidstaten. En dan is het in beginsel toegestaan. Dank, Monica. De volgende vraag. Als de gemeente een huurovereenkomst sluit met een vereniging voor de verhuur van een gemeentelijk pand, heeft de gemeente dan met de staatssteunregels te maken? Pieter. Oeh, dat is een leuke vraag die eigenlijk in zo'n kort bestek niet eenvoudig te beantwoorden is. Maar laten we even aannemen dat de vereniging kwalificeert als een onderneming. Als er sprake is van onderneming, dan kan er sprake zijn van staatssteun. En dat kan bijvoorbeeld zijn als er sprake is van een te lage huurprijs. Nou, als er een te lage huurprijs is en als dat over een periode van 3 jaar boven de 200.000 euro komt, het verschil tussen marktconformiteit en de daadwerkelijke huurprijs, dan kan er sprake zijn van staatssteun. Het leuke is ook nog dat in die casus natuurlijk ook die dam gewoon speelt. Want ja, als je iets verhuurt aan een vereniging, niet alleen de minister zegt het, maar iedereen zegt het. Ook bij verhuur speelt het die dam een rest. Dus moet je mededingingsruimte bieden. Daarmee voorkom je natuurlijk wel weer staatssteun als je dat doet via een transparante biedprocedure. Mm-hmm. Maar als je als gemeente verhuurt en je volgt het Didam-arrest, moet je ook nog wel weer rekening houden met de wet markt en overheid. En die houdt in dat je dat de huur wel tenminste de integrale kosten moet dekken van een gemeente. Dus het kan zo zijn dat je een transparante procedure houdt op grond van Didam-arrest. Ja. Dat daar een partij uitkomt en een huurprijs, waarvan je uiteindelijk constateert dat dat niet leidt tot staatssteun, maar wel in strijd is met de wet markt en overheid. Maar dat even een aanleiding van deze vraag. En je kan daar verschillende kanten mee op. Maar een interessante vraag. Dan gaan we, de vorige keer hadden we padel. We hebben nu een lokale tennisclub hebben we. Stel, een gemeente wil een lokale tennisclub ondersteunen door een gemeentelijk stuk grond in erfpacht tegen een gunstige prijs uit te geven voor een nieuw sportveld. Is hier dan sprake van staatssteun, Monica? Ja, nou, dat hangt weer af van de omstandigheden. Verrassend. Nee. Maar ook in het geval van erfpacht en van een gunstige prijs kan sprake zijn van staatssteun. Ook voor erfpacht geldt dat hier dus moet worden bepaald of de kanon wel of niet marktconform is. Maar ja, in dit geval gaat het dus om een lokale tennisclub en die zou onder een uitzondering kunnen vallen. Op basis van een aantal besluiten van de Europese Commissie geldt een uitzondering voor zuiver lokaal karakter. Daar is niet heel snel sprake van, maar bij lokale sportclubs af en toe nog wel eens. Ja. En dat houdt dus in dat deze lokale sportclubs, die hebben zo'n lokaal karakter, die zijn zo lokaal actief, totaal niet bezig met de markten met de internationale dimensie, dat die dus ook niet dat interstatelijke effect hebben. En in die gevallen is het dus toegestaan om steun te verlenen aan zulke sportclubs. Het is daarbij dus wel van belang dat de sportclub niet op een markt actief is die een internationale kant heeft. Nou, dat kan al het geval zijn als een sportclub actief is op een reclamemarkt of met de transfer van spelers bij het voetballen bijvoorbeeld. Dan is er al snel aan voldaan. Maar als je echt een klein sportclubje hebt in je gemeente, wat alleen maar in die gemeente zelf of in de omgeving actief is, dan is daar niet snel sprake van. En dan is dus al wel sprake van dat zuiver lokale karakter, is het doorgaans geen schending van het staatssteunrecht als daar een klein beetje steun aan wordt verleend. En wel van belang ook om hier aan te geven dat dan de tennisvereniging wel de enige serieuze gegadigde moet zijn. Want precies. Anders hebben we ook weer met die dam te maken. Stel, je hebt meerdere tennisclubs die opereren binnen een gemeente, dan... Ja, of het gaat om een stukje grond tussen een tennisclub en een andere sportvereniging in en ze hebben allebei interesse. Je kan het zo gek niet bedenken, maar staatssteun zal minder snel aan de orde zijn. Maar die dam speelt natuurlijk nog wel. Ja.
Pieter, als we grond verkopen aan een woningcorporatie, is er dan ook sprake van staatssteun? Oké, nou dat is een goede vraag. En er is best wel veel te doen en ook van doen geweest over staatssteun aan woningcorporaties. Eerst even het goede nieuws in het kader van Didam. Ook de minister zegt, je kan één op één transacties doen, grondtransacties, met woningcorporaties als zogenaamde preferente partners. Ik heb ook begrepen dat deelnemers aan deze webinar daar ook vragen over hebben gesteld. Ja. Het kan één op één tussen een gemeente en een woningcorporatie. Woningcorporaties zijn zogenaamde toegelaten instellingen met een bepaalde regiogebondenheid. En die maken vaak samenwerkings- en prestatieafspraken met gemeentes. En dat is voldoende grond voor uitzondering op het Didam-arrest. Dus dat ten eerste. Maar de concrete vraag is, kan er sprake zijn van staatssteun? Er zijn diverse zaken geweest, ook bij de Europese Commissie. Die heeft ook geleid tot beschikkingen van de Europese Commissie over steun aan woningcorporaties. En uiteindelijk is de uitkomst daarvan dat de Europese Commissie heeft gezegd dat voor bepaalde activiteiten van woningcorporaties dat die mogen worden gesteund. En dat die steun ook gerechtvaardigd is. En dat daarmee dus sprake is van gerechtvaardigde staatssteun en niet onrechtmatige staatssteun. Die beschikkingen van de Europese Commissie die vinden we nu terug in de woningwet. Mm-hmm. Een onderdeel van de woningwet is bijvoorbeeld dat overheden, gemeentes grond mogen verkopen aan woningcorporaties onder de marktwaarde, als dit ten goede komt aan de activiteiten van woningcorporaties zoals sociale huisvesting. Dus daar is echt een specifieke uitzondering. En in dit geval is er sprake van gerechtvaardigde staatssteun als dat soort transacties plaatsvinden. En dat mag. Ja, ik zie hier een vraag op mijn scherm verschijnen. Staat er al een tijdje trouwens. Over preferente partijen, want daar had je het zojuist eventjes over, Pieter. Er wordt gevraagd, preferente partijen, dat kan nog steeds, zegt Pieter. Zijn dit woningcorporaties en gekwalificeerde bouwers van woningen voor ouderen? En hoe kan dit worden vastgelegd? Nou, ik ga me niet verschuilen achter Hugo de Jonge, maar ik ga wel zeggen dat de minister zegt dat woningcorporaties preferente partijen kunnen zijn. Voor mij past dit in het kader dat, zoals de minister dat ook omschrijft, maar we algemeen aannemen en ook de Hoge Raad heeft gezegd, dat overheden bij vastgoedtransacties beleidsruimte hebben om criteria vast te stellen. Dus op het moment dat jij als gemeente een transactie aan wil gaan met een woningcorporatie en je kwalificeert de transactie die je wil doen, ik wil een partij selecteren die zich richt op sociale huisvesting, die een toegelaten instelling is, die actief is binnen mijn gemeente en waarmee ik prestatieafspraken heb, dan heb je vaak maar één woningcorporatie of twee of drie. En daarbinnen kun je ook beleid maken om het vervolgens te komen tot een evenredige en gewenste verdeling binnen de prestatieafspraken die je maakt. Nou, dat is één. En tegelijkertijd hoorde ik jou vragen in de dat de vraagsteller ook vroeg, ja, maar geldt het dan ook voor de bouw van seniorenwoningen? Ja, gekwalificeerde bouwers van woningen voor ouderen. Ja, nou, de gekwalificeerde bouwers voor woningen van ouderen hebben in mijn beleving in die zin geen bevoorrechte positie of uitzonderingspositie. Dat zijn geen partijen die prestatieafspraken hebben met overheden. Dat zijn wel hele gespecialiseerde ondernemingen. Maar dat is er niet één, dat zijn er meerdere. En dat mm-hmm. zijn elkaars concurrenten. Dus als er zo'n opdracht is, moet het misschien wel worden aanbesteed. En als er een vastgoedtransactie plaatsvindt, dan zullen er meerdere potentiële gegadigden zijn. Dus speelt het Didam-arrest wel. Al kan een overheid wel kiezen om de criteria zodanig te formuleren dat alleen dat soort partijen in aanmerking komen. Maar dan nog zal het een kleinere groep zijn van gespecialiseerde partijen. Ja, duidelijk. Pieter, we blijven toch bij jou. Dat mag. Als ik niet meer weet, dan pas ik hem door naar Monica. Ja. Hoe zit het met financiering van een onrendabele top bij de herontwikkeling van stadcentra? Is zulke financiering mogelijk zonder dat sprake is van onrechtmatige staatssteun? Oeh, dat is een diepe de vraag. En kijk, bij dit soort ingewikkelde vragen is het wel van belang dat je echt alle feiten kent. Maar ik ga even wat vertellen over onrendabele topfinanciering. En daar spelen natuurlijk ook vaak vastgoedtransacties bij met een ontwikkelaar of meerdere ontwikkelaars, waar ook dan weer het Didam-arrest bij speelt. Maar het uitgangspunt van financiering van onrendabele top is dat dat gerechtvaardigd kan zijn
als het nodig is om een ontwikkeling tot stand te brengen die leidt bijvoorbeeld tot een upgrade van een stadcentrum of tot een bepaald gebied waarin een overheid meent dat dat nodig is. Maar het uitgangspunt wel is, het kan gerechtvaardigd worden, maar er is geen algemeen kader. Er is geen groepsvrijstellingsverordening waarin het geregeld is. Dus je moet het melden bij de Europese Commissie. En dan moet je in de procedure en dan zal die steun, als je dat goed onderbouwt en goed voorbereidt, gewoon worden gerechtvaardigd. Dan ben je 6 weken, een paar maanden verder. Maar dat is op zich het probleem niet. Maar het is steun die gerechtvaardigd kan worden. Maar je moet het melden bij de Europese Commissie. Oké. Okay. Door naar de laatste vraag, want het is stiekem al 5 uur, maar ik wil toch echt nog deze vraag eventjes doen. Welke invloed heeft het arrest op de verlenging van bestaande huurovereenkomsten? Ja, ik denk dat het arrest in het beginsel geen invloed moet hebben op bestaande huurovereenkomsten. Bestaande huurovereenkomsten, dat is een bestaand recht. En het Didam-arrest ziet specifiek op de uitgifte van grondrechten. Dus dat zijn twee hele verschillende situaties. De verlenging van een huurovereenkomst is dus gewoon een verlenging van de bestaande situatie, van het bestaande al reeds uitgegeven recht. En niet zozeer een uitgifte zelf. Dus naar mijn mening is in deze situaties een selectieprocedure niet nodig. Mee eens, Pieter? Ja, ik deel die mening wel. We moeten daar wel bij de kanttekening maken. Dit is onze interpretatie, maar daar zijn we het wel hardgrondig over eens. Ja. Want dit zou ook leiden tot de situatie dat de inwoners van Amsterdam die grond in erfwacht hebben gekregen, aan het eind van die periode te horen krijgen van, nu komt er iemand anders te wonen. Ja, dat is niet voorstelbaar en dat is ook niet bedoeld door de Hoge Raad met het arrest. Maar het is wel onze interpretatie. Dank Pieter en Monica voor het delen van jullie kennis. De kijkers thuis ook hartelijk bedankt voor het kijken. Het webinar verschijnt, als het goed is, deze week al op onze website. Dus mocht je het terug willen kijken of binnen uw organisatie willen verspreiden, dan kan dat. Ook alleen maar leuk. Mochten er nog vragen zijn waarvan u denkt van die heb ik niet beantwoord gezien. Daar wil ik graag nog iets meer over weten. Bel of mail gerust. Onze contactgegevens die staan als het goed is nu in beeld. Nogmaals bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.